Vinden ze elkaar? Ja, ze vinden elkaar. En dan moet Teun een demarrage nog in huis hebben voor de eindsprint. De achtervolgers waar Mathieu nu meedraait. Dat handgebaar van Roberto Pagnin was duidelijk. Kom, we rijden erachteraan en we draaien door. Hoewel Danens daar niet meedoet, die kijkt alleen maar eventjes. Mathieu naar de kop, Frison, Pijper. En hier weer terug bij de kop, Etienne de Wilde. Die met 1 kilometer nog voor de wielen Teun van Vliet in zijn wiel weet. Even sterk die riempjes aangetrokken door Van Vliet. Van Vliet kijkt. In de sprint is hij geklopt door de Wilde. Dat is een betere renner als het op een sprint op een straat aangaat. Van Vliet moet het hebben nu van een laatste demarrage. Kijken. Het gaatje is niet groot, maar er zit een gat. 2 man op kop, 5 man daarachter. En daaraan stormt achteraan de groep Bontempi van der Aarde. Er is een auto tussen gekomen. Dat geeft lucht voor de 2 achtervolgers. Niet kijken, rijden. 800 meter nog. Etienne de Wilde had zijn beste tijd toen hij voor de Franse ploeg van La Redoute reed. Een slimme renner die in de wintermaanden aardig rijdt op de winterbaan. En daar gaat Teun van Vliet voor zijn laatste demarrage. Teun van Vliet is gedemarreerd. Je zag hem aankomen. Hij moest ook wel. Komt de Wilde nog in zijn wiel. Teun van Vliet gaat vol door. De Wilde kan het achterwiel niet halen. Rijdt op hangen en wurgen mee. Teun van Vliet gaat het halen. Teun van Vliet gaat zijn 2e overwinning halen. Kan hij nog doorgaan? Goedemiddag, het zal u niet ontgaan zijn. We gingen niet helemaal vlekkeloos van start. Maar goed, u heeft in ieder geval al enkele beelden gezien en we gaan gewoon vol goede moed verder. In Gent-Wevelgem valt de eerste beslissing vaak op de beruchte Kemmelberg. We willen u dat natuurlijk ook niet onthouden. En we hebben in de studio een man die zelf een fervent wielrenner is en er bovendien ook heel aardig over kan schrijven en praten. En dat laatste gaat hij, Tim Krabbe, doen met John Hane. Ja, en we zagen net al beelden van die Kemmelberg, maar met een iets wat ander commentaar, geloof ik. Tim, die Kemmelberg, die speelt altijd een hele belangrijke rol in Gent-Wevelgem, ja, hè? Ja. Nou, het was vroeger, dat heb ik eens gelezen, was het een leme weggetje nog, zo tot in de jaren 50. En daar werd dus al die heldendaden, werd alsmaar van beschreven, dat het op die leme weg bij het dorpje Kemmel gebeurde. En de burgemeester van het dorp, die vond dat een beetje niet zo prettig voor zijn dorp. Dat werd daarmee in discrediet gebracht. En die heeft dat toen een prachtig laagje kasseien laten leggen om zijn dorp wat hoger op te stoten in de vaart der volkeren. Die Kemmelberg, we zagen net ook dat er een flinke valpartij gebeurde. Met onder andere Van der Aarde en Pijper en Van der Branden. Ja. Lammerting was daarbij betrokken. Het had later geen consequenties voor de koers, maar dat is al een teken dat er iets gebeurt, hè? Nou ja, ik heb die wedstrijd een keer bij de amateurs zelf gereden. En toen kwamen we daar 2 keer over, die Kemmelberg. En de 2e keer had ik het absoluut niet in de gaten dat het de Kemmelberg was. Dat las ik pas weer toen ik thuis was en toen ik het parcours nog eens inspecteerde wat we die dag hadden gedaan. Ik was zo ontzettend moe dat ik in die 2e keer, net zoals de profs nu, van de andere kant kwamen er toen over, dat ik dat gewoon niet herkende. Ja, als het goed is hebben we ook een stukje van die Kemmelberg van 1981, toen reed Francesco Moser weg, zo uit die groep. Nou, dat is dus niet de Kemmelberg die ik nou zie. Gaat even echt iets mis, allemaal in het begin, maar ja, dat hoort allemaal bij een live uitzending. Tim. Ik kom nog heel even terug op de Kemmelberg, totdat we... Ja, ik zie nu wel Francesco Moser gaan. Nou, dat is een prachtig ritme waarmee die daar naar boven rijdt. Je moet daar wel het goede verzet voor hebben ook natuurlijk. Ludo Peters,
Hier het originele commentaar van Heinz Bakker. Ja, ja. Nou, toen ik daarover moest, kan ik me herinneren, had ik een veel te groot verzet. Ik kwam er gewoon niet mee rond. Je moet echt een heel klein tandje achter hebben. Kun je daarom merken dat daar de sterke jongens zitten? Nou ja, je moet sowieso. Kijk, die valpartijen die kunnen er altijd gebeuren, zeker als het glad is. Dus de sterke. Het is een krankzinnige sprint naar zo'n berg toe. Naar de Koppenberg in de Ronde van Vlaanderen altijd. Naar zo'n Kemmelberg aan beide kanten. Je moet daarvoor inzitten om van het spreekwoord gebruik te kunnen maken. Zorg dat ze achter je vallen. Ja. Beslissing hoeft daar trouwens niet altijd te vallen. Want juist in 1981, toen die Mozer daar zo tekeer ging, won Jan Raas. Nou, het is nog vrij ver van de finish natuurlijk ook. Ja, nou, we gaan eens kijken naar het volgende stukje van de race Gent-Wevelgem. Geen stukje Gent-Wevelgem? Wel een stukje. Nou, hier zit duidelijk geen commentaar bij. Nee, ik geloof dat dit die kopgroep van 7 man is die wij straks al hadden gezien. Ja, ik zie hier toch weer ook Francesco Mozer bij, dus ik denk dat we nu toch weer een stukje in het verleden zitten. Nee hoor, dit is vandaag. Hoe is dit vandaag, de kopgroep van vandaag? Maar dat is een veel grotere groep, ja. Ja, dit is nog die kopgroep, ik zie van de aarde in beeld. Dus dat is of die achtervolgende groep op die 7 man met... Ja, dan moeten we dan even vertellen dat er inderdaad 7 man na die Kemmelberg aan kop kwamen. Met een grote achtervolgende groep daarachter. 50, ja. En die voorsprong draagt dan nu 1 minuut en 50 seconden. En dit is... Dit is Teun van Vliet, die daar dus nog... of dit is een beeld weer uit die grotere groep, of dit is een beeld uit dat kopgroepje van 7. Dat inderdaad de wilde dit, geloof ik, hè? Dat ontstaan was... Er is dan nog na die Kemmelberg zo'n 50 kilometer te rijden. Maar die Kemmelberg die moet nog een keertje beklommen worden. Ja, vlak erachter, er wordt een soort lus gemaakt. Er wordt een lusje gemaakt dan. En ik zei dat al, dat het krankzinnige feit zich voordeed dat ik het gewoon niet herkend had. Er zijn ook heel andere beklimmingen. En de afdalingen zijn ook levensgevaarlijk werkelijk op die kasseien als het geregend heeft. Zoals het nu ook heeft. Je hebt de koers al vanaf 3 uur gevolgd ongeveer. Wie maakt op jou sterke indruk? Nou, die Pijper, dat is onvoorstelbaar werkelijk. Wat die man allemaal doet, die Australiër. Die was dus in Milaan-San Remo, zat hij in die ontsnapping van 150 kilometer. Waarbij hij bij de laatste 2 overbleef. Hij rijdt in de Ronde van Vlaanderen, reed hij verschrikkelijk sterk. En je ziet hem ook constant in ieder groepje dat er is, zie je hem van voren rijden. Dus dat is de sterkste renner, echt. Maar hij is niet zo'n goede sprinter, geloof ik. Dus een goede tijdrijder ook, hè? Ja, zeer goede proloogrijder is dat. En hij is natuurlijk in dienst van die ploeg van Peter Post. En zijn kopman is op dat moment natuurlijk een Erik van der Aarde. Ja, nou ja, nee, maar zoals de koers zich ontwikkelde werd het Teun van Vliet. Want die zaten met z'n tweeën in die kopgroep van 7. En Pijper zal er alles aan moeten doen om van Vliet te laten winnen. Tenzij hij zelf zou kunnen demareren. Ik geloof dat het zo'n beetje in elkaar zit. Ja, van der Aarde werd een grote kans toebedacht, hè, na zijn 7 in de driedaagse. Ja, van der Aarde is een van de sterkste renners en is in ieder van dit soort wedstrijden de grote favoriet eigenlijk. Maar dat is dan ook weer... kijk, een grote favoriet in een wielerwedstrijd heeft nooit veel meer dan 20% kans om te winnen. Er zijn 230 man aan de start of zo, dus... het komt nooit voor dat een favoriet meer dan 50% kans heeft. Goed, dan hebben we natuurlijk onze vriend Bontempi, die ook nu weer meedeed. Ja. 1984 winnaar en een 1986 winnaar. En nu ook van voren weer, hè? Ja, ik vind dat een zeer bewonderenswaardige renner. Het is een van de weinige Italianen die ook buiten Italië wat proberen te bereiken. En hem lukt het ook. En zeker de manier waarop hij vorig jaar Gent-Wevelgem won, vond ik werkelijk schitterend. Wat ik hier ook heel mooi vond, was dat hij op een bepaald moment op kop reed van die achtervolgende groep op die 7 man. Een sprinter, iemand die een wedstrijd kan winnen. Doet dat over het algemeen niet. Ik vond dat meer van een leeuwenhart dan de gemiddelde Italiaanse wielrenner heeft. Ja, hier, dit is dit moment, hè? Dat hij op kop van die achtervolgers rijdt. Er zitten dan 7 man op kop. Met onder andere dus Teun van Vliet, Belg Danens, Herman Frison, ook een Belg, de Wilde. En de Fransman Yvon Madiot. En dan is Peter Post natuurlijk toch weer goed vertegenwoordigd. Zeer, ja. Want ik dacht dat Teun van Vliet ook wel een goede kans maakte in een sprint als die 7 bij elkaar bleven. Mark Sergeant, die komt hier in beeld. Ook rijdt ook erg sterk trouwens. Was ook in de Ronde van Vlaanderen er goed bij. Die zie je, de klassiekers zoals ik die tot nu toe heb gezien, er ook steeds bij inderdaad. Die is al een jaar of 4. Bontempi moet ook het werk doen in die groep, hè?
De rest rijdt niet... Nou, Van der Aarde rijdt niet natuurlijk en Anderson rijdt niet. Die hebben twee man vooraan en die maken bovendien nog een flinke kans om door Bontempi geklopt te worden als alles wel bij elkaar zou komen. Dus die zouden wel gek zijn. Hier zien we dat groepje. Dat achtervolgende groepje. En dan kunnen we misschien ook kijken wat de voorsprong is van die koplopers. Die hier, dat is niet veel. Nee, ik denk dat we met een... Hier nog voor de finish zitten. Ja, we dus zaten hier ongeveer 10 kilometer voor de finish. Dat kan goed gemaakt worden. Het hangt er maar net vanaf hoe de coalities liggen natuurlijk. Maar als ik zo naar die achtervolgers kijk, denk ik van nou, de samenwerking is er niet. Nee, omdat de sterkste mannen die erin rijden er geen behoefte aan hebben om erbij te komen. En de groep is dan ook iets te groot. Hè? Een groep kan te groot zijn om hard te rijden, omdat de kans op ruzies dan ook veel groter is. En dan gebeurt er gewoon niks meer. Een man of 6, 7, zoals die kopgroep is, dat is ideaal om mee samen te rijden. Even een vraag tussendoor. Waar haal jij nou eigenlijk als dichter die passie voor het wielrennen vandaan? Nou, ik ben geen dichter, ik ben een schrijver. En de passie voor die het wielrennen... Die dichter toch ook altijd? Ja, ik heb wel eens een gedicht geschreven. De passie voor het wielrennen heb ik uit het wielrennen zelf gehaald. Dat is een schitterende sport. Dat is een van de prachtigste sporten die er bestaan. En ik ben daar door mijn cijferliefde mee in aanraking gekomen. En ontdekte toen wat het werkelijk was. En ik ben er toen hartstochtelijk van gaan houden. En heb iets van 600 wedstrijden gereden. Dus je moet er wel natuurlijk... Ik ben pas om mijn 30ste mee begonnen. Je moet geluk hebben er eerder mee in aanraking te komen. Dat had ik niet. Nou ja, toch nog van genoten. En wel afwisselend succes geboekt of... Nou, ik had natuurlijk een prachtig excuus. Omdat ik op mijn 30ste begon, kon ik toch geen wereldkampioen meer worden. Dus ik hoefde alleen maar mijn veteranen en liefhebberskoersjes te rijden. En daar heb ik er wel eens een van gewonnen, voor wat het waard is. Goed, dan denk ik dat we ongeveer toe zijn nu aan de finishreportage. Die is er nog niet. Dan gaan we eens kijken of er misschien nog iets anders klaargezet is uit het verleden. Want daar ging het ook soms erg heet toe in Gent-Wevelgem. En daar hebben we een paar hele leuke reportages van. Rudy Danen schuift naar voren. Roberto Pagin gaat mee. En het aardige aspect op dit moment in de koers is dat er geen ploegleiderswagens te zien zijn. Die zitten niet achter de kopgroep, de groep Van Vliet hier, de groep Danens. En die zitten ook niet achter de achtervolgers. Die zijn blijven steken bij de spoorwegovergang in Ieper. Ja, en toen is natuurlijk even het moment gekomen dat men niet goed wist wat men moest doen. Of men moest gaan rijden. Ja, nee, u heeft misschien kunnen zien dat Van Vliet en Pijper elkaar even toespraken. Wat moeten we doen? Moeten we doorgaan? Ja, dan nee. Nou, men moet nu wel doorgaan. We zitten op zo'n 9 kilometer van de finish. Het gat is 30 seconden. Mark van Lombeek, mijn BRT-collega, kijkt om. En die timed daar het verschil tussen de kopgroep, tussen de groep Van Vliet en tussen de groep Bontempi van der Aarde. Mario in het laatste wiel, Danens daarvoor, Frison, Van Vliet, De Wilde en Pijper. Dat zijn de mensen van de finale van Gent-Wevelgem. En nu rust het kopmanschap van de ploeg Post op de schouders van deze kleine man, die op de grens van Nederland en België woont. Op Teun van Vliet zijn schouders, die moet het nu gaan afmaken samen met Pijper. Want als hij in een sprint gaat met Etienne de Wilde of met Rudy Danens, dan is hij gezien. Deze mensen moeten het gaan maken. Pagin, Danens, Pijper, Van Vliet, Frison de Wilde en Yvon Madiot. Nog 6,5 kilometer voor de wielen. Van achteraf komt Etienne de Wilde. Let op deze demarrage. Het is de derde demarrage uit de kopgroep. De tweede van de Wilde. Je ziet hem telefoneren als het ware. En van de rechterkant van de weg gaat hij. Nu moet Pijper mee. De kopgroep breekt. Het verschil is teruggelopen tot 25 seconden. Door de demarrages die nu gevolgd zijn. Danes was de eerste. De Wilde de tweede. De Wilde ook de derde. En nu gaat het erom. We zitten echt in de finale. En nu moet er doorgereden worden. Kijken of de motor ernaast kan komen. Daar de Wilde en Pijper samen. Nee, het is Van Vliet. Dus de Wilde en Teun van Vliet. Die rijden nu op kop en kijken wie daar aansluiting kunnen vinden. Er ligt een gaatje nu. Kan Pijper daar afstoppen, dan doet hij mooi werk. En dan moet Van Vliet het alleen afmaken. Hier wordt gekeken. Frison, Pijper, Danens. Hier zit ook nog Pagin en er zit ook nog Madiot. En die rijden niet naar de twee op kop toe. Kijk maar, Frison zegt doe het maar zelf. Kijk, er wordt even gezegd door Pagin... meedraaien en dan gaan we. Pagin zet zich op kop, Pijper in het wiel.
Dalens erachteraan, Frison sluit dan weer aan. Madiot doet in deze finale schijnbaar niet mee. Het verschil met de achtervolgende groep wordt nu op 25 seconden gezet. Twee man op kop. Jenne de Wilde, Teun van Vliet. 2 kilometer koers nog. Vinden ze elkaar? Ja, ze vinden elkaar. En dan moet Teun een demarrage nog in huis hebben voor de eindsprint. De achtervolgers waar Madiot nu meedraait. Dat handgebaar van Roberto Pagnin was duidelijk. Kom, we rijden erachteraan en we draaien door. Hoewel Danens daar niet meedoet, die kijkt alleen maar eventjes. Madiot naar de kop, Frison, Pijper. En hier weer terug bij de kop, Etienne de Wilde. Die met 1 kilometer nog voor de wielen Teun van Vliet in zijn wiel weet. Even sterk die riempjes aangetrokken door Van Vliet. Van Vliet kijkt. In de sprint is hij geklopt door de Wilde. Dat is een betere renner als het op een sprint op een straat aangaat. Van Vliet moet het hebben nu van een laatste demarrage. Kijken. Het gaatje is niet groot, maar er zit een gat. 2 man op kop, 5 man daarachter en daar aanstormend achteraan de groep Bontempi van der Aarde. Er is een auto tussen gekomen. Dat geeft lucht voor de 2 achtervolgers. Niet kijken, rijden. 800 meter nog. Etienne de Wilde had zijn beste tijd toen hij voor de Franse ploeg van La Redoute reed. Een slimme renner die in de wintermaanden aardig rijdt op de winterbaan. En daar gaat Teun van Vliet voor zijn laatste demarrage. Teun van Vliet is gedemarreerd. Je zag hem aankomen. Hij moest ook wel. Komt de Wilde nog in zijn wiel. Teun van Vliet gaat vol door. De Wilde kan het achterwiel niet halen. Rijdt op hangen en wurgen mee. Teun van Vliet gaat het halen. Teun van Vliet gaat zijn 2e overwinning halen. Kan hij nog doorgaan? De Wilde zet aan. Teun van Vliet 1. Jenne de Wilde 2. Nederlandse overwinning in deze Gent-Wevelgem. Keurig toch gespeeld. Peter Post kan tevreden zijn. Teun van Vliet wint hier. En achter elkaar krijgen we dan Frison, Pagnin, Pijper, Danens en Madiot. Dat zijn de eerste 7 van de koers van vandaag. 7 man kwamen verrassend op kop. Daaruit kwamen er 2 naar voren toe. En het is Teun van Vliet die Gent-Wevelgem hier weet te winnen. Op fraaie wijze. Hij wipt op het laatste moment keurig over zijn medevluchter Etienne de Wilde heen. De sprint van het peloton Erik van der Aarde voor Ludo Petersveld en Anderson Mathieu Hermans. Met dank aan collega NOS-collega natuurlijk, Maart Smeets. Jij raakte echt een beetje in vervoering, hè? Nou, ik vind het schitterend. Ik vind dat Teun van Vliet dat prachtig gedaan heeft, werkelijk. Ja, ook, het is natuurlijk, hij zat in een ideale positie en hij ging van tamelijk ver aan. En je bent altijd toch zenuwachtig, wanneer moet ik het doen? Want die De Wilde voelde zich toch niet zo zeker van zijn zaak, want die plaatste die demarrage. En als hij zich de sterkste sprinter had gevoeld, had hij dat niet gedaan. En hij bleef ook op kop rijden. Vroeg niet meer of Van Vliet ook op kop kwam. Hij eiste dat ook niet. En Van Vliet ging van 1 meter of 300, wat tamelijk ver is. Dus die moet zich echt sterk hebben heel gevoeld. Sterk hebben gevoeld, ja. Dan is dat ploegenspel van Peter Post natuurlijk ook prima uitgevoerd. Nou ja, bij nader inzien natuurlijk. Als hij verliest is, hebben ze het ongelooflijk stom aangepakt natuurlijk. Ik bedoel, dat is de dingen gebeuren zomaar.